Dames en heren, nog een zeer moeilijk moment tijdens een misverkiezing is het persoonlijke gesprek. Ja, dat vinden ze allemaal fantastisch. Dat vinden ze echt superleuk. Vooral omdat er geen vragen zijn voorbereid, dus ik kan volledig freewheelen. En dat doe ik zo graag. Maar goed, dames en heren, maak alsjeblieft een luid applaus voor onze allereerste kandidaten van vanavond hier. Dat is Kelly. We gaan ons mooi in het midden zetten, zodat iedereen jou kan zien. Beste Kelly, eerst en vooral, hoe gaat het? Goed, en mij ook. Goed, dankjewel. Dat is een heel goed begin. Alright, Kelly, je hebt ook een onderwerp doorgegeven. En het onderwerp luidt als volgt: jonge moeders met een doel. Waarom dat onderwerp? Omdat dat ook een groot deel is omdat ik ermee ingeschreven heb in Miss Elegance. Omdat je als mama ook nog kan stralen, als je wel stralen. Dus, deze. Uiteraard kan de mama ook stralen natuurlijk. Ik ga me nu even aan deze kant zetten, zodat die mensen nu ook kunnen zien. En sowieso ben ik getrouwd, dus ik ben verplicht van mijn vrouw om dat te zeggen. Want we hebben ook twee apen thuis. Dus oké, okay. Hoeveel kindjes wil je? Ik heb eentje nu. Ik heb een zoontje van 3 jaar nu. Ja, dat zie je wel, dat is een beetje. Nu is dat nog plezant, hè? En dan begint dat te puberen. Goed, oké. Okay. Het is een heel specifiek onderwerp dat je hebt uitgekozen. Dat is niet vanzelfsprekend eigenlijk. Zo een heel jonge dame, ik ga je leeftijd niet vragen, want dat is heel onbeleefd natuurlijk, maar je bent nog heel jong. Waarom dan zo'n onderwerp? Dat is toch ongelooflijk. Ben je daartoe aangespoord door mensen? Van, heb het daar een keer over? Dat is een maatschappelijk thema, dat is belangrijk. Of heb je zoiets? Nee, nee, dat is mijn thema. Ja, dat is mijn thema. Ik wil gewoon vertalen aan alle mama's. Het is niet omdat je een kindje gekocht hebt dat je ook niet meer kunt stralen. Ook al heb je de perfecte maat niet meer. Je kunt nog stralen op je eigen manier. Oké, Kelly, je hebt wel nog altijd de perfecte maat, als ik dat even mag zeggen. Maar ik ga je liever een luid applaus voor Kelly. Dankjewel. Goed gedaan. Het ijs is gebroken. Wie nu op het podium onze tweede kandidaat opkomt, en dat is Ashley. Ze ziet er gevaarlijk uit, maar ze is vrij sympathiek, dames en heren. Je kunt gewoon maar even mee. Ik ga een klein beetje naar voren u uitnodigen om naar voren te gaan, zodat iedereen u kan zien. Jij hebt als onderwerp uitgekozen kickbox. Ja, ik heb deze onderwerp gekozen omdat ik het 9 jaar heb gedaan. Maar ik vind het ook heel tof. Gewoon, omdat dat gevaarlijk is om iets anders te zeggen natuurlijk naast de... Je hebt een groene band. Is daar, bij kickbox zijn er ook banden zoals bij de Japanse gevechtsport? Ja. Er zijn heel veel. Je begint met wit, dan is het geel, dan is het groen, dan is het blauw, en dan is het bruin en dan is het zwart. En dan is het levensgevaarlijk, oké. Okay. Heb jij kampioenschappen gedaan? Ja, een paar, maar ik ben nu al 3 jaar gestopt. Dus ik doe nu niks meer. Oké, okay. Ik ga nu even gewoon aan de andere kant natuurlijk. Heb jij zo een aspiratie als beroep dat je zegt van ik ga een beroep doen waarbij ik dat wel kan gebruiken? Want kickbox is meer dan sport alleen. Voor mij is dat gewoon een uitweg voor als ik het moeilijk heb, dat ik dat op die manier kan uiten. En het is niet omdat ik klein ben en dat ik altijd ben gepest geweest, dat ik niks kan. Absoluut, dat is zeer zeker. Dat is sowieso een feit natuurlijk. Wat je nu zegt, heb jij een vriend? Ja. Heeft hij schrik van u? Dat weet ik niet. En je zoiets van, schat, nu koffie? Nee. Oké, dus ze hebben nog wat sympathieker. Oké, goed. Maar ik alsjeblieft een luid applaus voor Ashley, dankjewel. Leuk outfit. Ik heb het overleefd, ik leef nog. Fantastisch. Maak alsjeblieft een luid applaus voor Bo. Beste Bo, hoe gaat het met jou? Goed, nu? Goed, dankjewel. Zo sympathiek allemaal. Jij hebt als onderwerp kunst schaatsen. Ja. En je wou niet het podium opkomen met je schaatsen aan. Wat wel spijtig is natuurlijk. Ja. Oké, okay, no. Nevermind. Oké, okay, kunst schaatsen. Heb jij een bepaald niveau bereikt? Heb jij kampioenschappen gedaan ofzo? Ik zelf ben begonnen op een ideale leeftijd van 4 jaar. Waarom kan ik vroeger op schaatsen gaan? Maar daarvoor gebruik ik zo dubbele ijzers. Dus makkelijk voor evenwicht. En ik heb heel wat ervaring opgedaan met kunstschaatsen. Dus pirouetten en pasjes. Maar het begon allemaal met pasjes. En na de 4e ster bleef ik niet alleen maar bij pasjes, maar ging over naar sprongen. Maar elke keer na een hoofdstuk deed ik dan bloedtesten met juren en zo kon je ster behalen. Ja, in mijn hoofd is het nu. Maar goed, oké, dat is niet erg. Dus sterren en dubbele ijzers en pirouetten en toestanden, oké, dat is fantastisch. Heb jij nu een. Ik ga mij aan de andere kant zetten, zodat iedereen kan wonderen natuurlijk. Heb jij nu een idool zo? Want we zijn eigenlijk niet zo slecht bezig, dacht ik, met kunstschaatsen in België. Nee, ik zelf kijk ook naar Kevin van der Perren. Een man met een mooie uitstraling en een mooie schaatscreativiteit. En Luna Hendricks, die vind ik ook wel een toppertje. Kevin van der Perren heb ik nu
het privilege van een bitch te kennen zonder een hele sympathieke knul eigenlijk. Ja, inderdaad. Ik vind dat. Ja. En hoe goed kun jij hem? Ja, door hun schaatsen en ook op wedstrijden, dan was hij daar ook altijd. Jij weet dat buiten schaatsen dat eigenlijk een varken is, hè? Oké, nee, dat wist hij niet. Goed, oké, perfect. Dames en heren, maak alsjeblieft een luid applaus voor Bo. Dankjewel. Dames en heren, maak alsjeblieft een luid applaus voor Kienta. Kienta, kom erbij. Hoe gaat het met jou? Goed, dankjewel. Goed, dankjewel, dankjewel. Amai, dat is ongelooflijk. Super. Kienta, jij hebt een onderwerp uitgekozen dat niet veel mensen zouden uitkiezen om te brengen op een podium, namelijk maagverkleining. Heb je dat ook laten doen? Ik mag dat dan vragen, hè? Als je het uitgekozen, mag ik het vragen. Heb je dat laten doen? Ja, 5 jaar geleden. Ze waren erbij. Zo. Nee, er zijn daar foto's van. Hè? We gaan die straks tonen op groot scherm. Nee, dat is niet waar. Mag ik dan ook vragen wat de verandering heeft meegebracht, als we dat in kilo mogen uitdrukken? Ik heb 50 kilo. Een kleine 50 kilo, dames en heren. Dat is ook een applaus waard. Echt waar. Ongelooflijk. Het is niet niks, hè? Ik kan je verder voelen. Dus, Mike, je hebt daar veronderstel ik nog geen seconde spijt van. Maar is dat een ander levensstijl ook in het algemeen? Ja, ergens wel, want als je ergens gaat gaan eten, kan je veel minder eten. Kindergerechtjes. Kindergerechtjes, ja. Maar ja, ik heb 2 kinderen thuis en die kunnen vreten als varkens. Dus die eten met een frigo leeg, zal ik zo zeggen. Goed, oké. Okay. Heeft iemand jou aangespoord om dat te laten doen? Of heb jij uit vrije wil zo gezegd van, ik ga dat gewoon doen? Ik heb eigenlijk veel geprobeerd voor het niet te moeten doen. Maar dan hebt u en daarna beslist het toch te laten doen. Doet diëten eigenlijk? Ja. Dat is een beste diëten, hè? Ja, inderdaad. Maar je hebt ook niet altijd, hè? Enfin. Goed, oké. Okay. Dames en heren, maak alsjeblieft een luid applaus voor Kienta. Kandidaat is natuurlijk en ik roep ze alweer 1 voor 1 hier het podium op. De eerste is Jessie. Jessie, kom erbij. Oké. Okay. Ja, het brengt mij ook terug naar mijn kindertijd. Of wel is het kinky bedoeld, kan ook natuurlijk. Maar goed, we gaan naar direct achterkomen. Je hebt als onderwerp Disney. Ja, inderdaad. Waarom? Wat is er zo speciaal aan Disney? Ik ben al redelijk lang gepassioneerd door Disney. Alles rond Disney, Disneyland, alles en niet. Oh, wat geld kost eigenlijk. Ja. En heb jij je ook verdiept in de geschiedenis van Walt Disney enzovoort? Hoe hij begonnen is, met wat hij begonnen is? De oudste sprookjes ken ik ook wel. Alla, sprookjes. Door een roosje, Sneeuwwitje, Bambi. Dat zijn dan wel klassiekers die je moet kennen. Maar dan ook de nieuwe dingen, zoals Maleficent, Frozen. Dat mag er allemaal bij. Oké. Okay. En wat spreekt u dan zo? Ik ga gewoon even aan de andere kant, dat is, zodat iedereen het kan zien natuurlijk, vooral dit. Wat is er zo speciaal aan de verhalen van Disney? Want hij is één en al succesformule. Hè? Alles wat hij heeft gedaan is meer dan geslaagd, is een heel groot succes geweest. Wat is zijn geheim? Volgens u, hè? Ik denk gewoon dat het verhaal erachter is. Als je een droom hebt, ga ervoor. En ja, dat spreekt me enorm aan. Oké. Okay. Heb jij een vriend? Nee. Dus er is nog niemand die je Mini noemt? Nee. Oké. Okay. Maak alsjeblieft een luid applaus voor Jessie Mini. Dankjewel. De volgende kandidaat die het podium mag opklauteren is Zoe. Kom erbij, Zoe. Jij bent al heel vaak in de prijzen gevallen vanavond. Waarvoor proficiat. Je bent dus heel goed in teambuilding en zo. Blijkbaar. Blijkbaar, ja. Fantastisch. Jij kiest voor een iets zwaarder onderwerp, maar wel een heel belangrijk onderwerp natuurlijk. En dat is mensen met een depressie. Waarom kies jij dat onderwerp? Ik heb zelf ook te kampen gehad met een zware depressie. Ik heb zelfs maanden in een opname geweest. En nu gaat het wel beter, maar zonder de steun van familie en vrienden en professionele hulp kom je er niet. Nee, oké. Okay. En het is een zwaar onderwerp, want we worden er dagelijks mee geconfronteerd natuurlijk. Er zijn ook grote internationale acties opgericht, minder internationale, maar toch wel belangrijke dingen natuurlijk. Het heeft te maken met kinderen, het heeft te maken met volwassenen. Wat raakt u nu zo bijzonder aan? Want er zijn heel veel moeilijke ziektes bijvoorbeeld. Ja? Er zijn heel veel moeilijke dingen, maar wat raakt u nu precies aan bij depressie? Wat bedoel je? Omdat depressie iets is waar weinig mensen durven over praten of willen over praten. En toch kies jij ervoor om hier als onderwerp depressie uit te kiezen? Omdat ik vind dat dat moet worden.
wordt veel te veel in hokjes geduwd en zo blijven mensen ermee rondlopen. En als je geen hulp zoekt of vindt, ja, dan kan het wel een tijd aflopen. Ja, ik ga even aan de andere kant staan natuurlijk. Beste Zoe, hoe kunnen we dat aanpakken? Wordt er genoeg gedaan vanwege de overheid in België om dat aan te pakken? Nu wel, maar Rode Neusendag vind ik dat veel meer in de aandacht komt. Rode Neusendag is een fantastisch event natuurlijk. Een ongelooflijk concept. We moeten het allemaal ondersteunen natuurlijk. Oké, maak alsjeblieft een luid applaus voor Zoe. Dankjewel. Dankjewel ook voor het uitkiezen van dit moeilijk onderwerp. En onze laatste kandidaat, tenminste wat te maken heeft met het eigen onderwerp, is Sharon. Oké. Ja, dit doet een beetje pijn aan de ogen, maar het is oké, Nee, Sharon. Jij hebt gekozen voor een totaal ander iets natuurlijk, namelijk carnaval. Ja, dat klopt. Carnaval is al van kleins af mijn hobby en mijn passie. En ik vind dat er ook veel taboe rond bestaat rond carnaval. Dus ik ben vandaag duidelijk maken dat carnaval totaal niet marginaal is. Maar dat carnaval draait rond vriendschap, rond vreugde en rond plezier. En dat je daar ook gewoon kan naartoe gaan als iemand die niet marginaal is. En gewoon veel plezier aan met iedereen die er is. Dat is. Dus carnaval is niet marginaal. Ooit in de Aals geweest? Ja. Goed. Ik geef maar even mee. Oké, goed. Het is ook werelderfgoed, cultureel erfgoed op dit moment. Ja, maar niet alleen Aals, maar ook Stavelot, Binche enzovoort. Dat is allemaal heel erg belangrijk. Wat trekt de mensen nu aan in dit carnaval? Het omkleden en het vreemd doen enzovoort. Ja, ik denk dat er veel mensen er een jaar naar uitkijken eigenlijk. Om na al het werk dat ze hebben gehad aan de wagen en aan de kostuums, om dat te kunnen showen. En dan voor bij ons in Ruslaar in de prijzen te vallen, dat is dan toch wel een beloning van ja, kijk, we hebben goed gedaan, gasten. Dus dat is het leuke eraan. Je kunt stralen in het kostuum dat je zelf gemaakt hebt, en dat is het mooie eraan. Oké. Ik ga uw fans zijn heel erg akkoord met wat je nu allemaal zegt. Waarvoor, dat is... En het zijn ook allemaal carnavalisten, dus dat scheelt ook iets mee. Ja. Ja, voilà. Het is officieel, het is bevestigd op het podium, dus je kunt niet meer terug natuurlijk, oké. En heb jij al ooit op zo'n praalwagen gestaan? Heb jij zoiets gedaan al zelf? Ja, als juniorprinses van West-Vlaanderen. Juniorprinses van West-Vlaanderen. Dames en heren, ze staat hier naast mij. Ik ben er zo fier op. Oké, maar nee, wacht even. Zit me even serieus. Wat is dat? Juniorprinses West-Vlaanderen. Wat heb jij moeten doen? Ik heb moeten een show en een speech geven. En dan moest ik 75% van de punten halen van de jury. En dan mocht ik een jaar lang de titel van juniorprinses dragen. Je draagt hem nu nog altijd of dat is gedaan? Nee, dat is maar een jaartje. Ah, dat is maar een jaartje, oké. Ja, sorry, hè. Sorry dat ik dat niet wist. Ik heb dat opgezocht op Google, maar er is niets van gevonden. Maar ik alsjeblieft een luid applaus voor Sharon, dankjewel. Dankjewel, Sharon.